Hoi hoi, Lise hier en wat leuk dat je deze video hebt aangeklikt. Als je mij volgt op Instagram, dan weet je dat ik het wel eens vaker heb gehad over Sex Education. Sex Education is een van mijn favoriete series op heel Netflix en ik vind ook echt dat iedereen deze serie moet kijken. Deze serie zou ze verplicht moeten laten zien aan alle ouders, hij zou op alle scholen moeten worden uitgezonden, opa's, oma's, kinderen, iedereen moet hem kijken. Ik ben trouwens niet gesponsord door Netflix om dit te zeggen, ik sta gewoon achter alles wat er in deze serie wordt gezegd. Ik zal in het kort even uitleggen waar de serie Sex Education over gaat. Spoiler alert, bekijk deze video alleen als je Sex Education al hebt gezien. Het gaat voornamelijk over een lieve, onschuldige jongen genaamd Otis, wiens moeder sekstherapeut is. Omdat zijn moeder dus heel veel over seks weet, weet hij automatisch ook heel veel over seks. En hij kan dus andere mensen advies gaan geven. Een iemand in zijn klas, een badass chick zonder geld, die ziet daar best wel potentie in. Die denkt namelijk van, hey, als jij advies gaat geven aan mensen, kunnen we daar geld voor vragen. En uiteindelijk gaan ze dat dus doen. Deze adviezen en eigenlijk dus deze sex education blijkt dus heel erg nodig te zijn. Omdat de school het zelf eigenlijk nooit over seks heeft. En kinderen gewoon heel veel moeten leren over seks. Dat verhaal aan zich is gewoon al heel erg grappig. Maar eigenlijk is het maar een klein gedeelte van waar heel sex education over gaat. Het mooie is namelijk dat er zoveel verschillende taboe doorbrekende onderwerpen worden besproken. Ik ben zelf heel erg fan van het feminisme wat erin voorkomt. Maar ook de inclusiviteit met letterlijk alles. Een paar onderwerpen waar je bijvoorbeeld aan kunt denken, dat zijn consent, abortus, homofobie, masturbatie, genderneutraliteit en noem maar op. Ik kan er echt niet over uit hoe mooi ze dit allemaal in beeld hebben gebracht. Zoals ik dus al zei, ik sta achter alles wat er in Sex Education wordt gezegd, maar er zijn gewoon een paar dingen die er echt uitspringen en daar wil ik het vandaag eventjes over gaan hebben. Voor we deze video beginnen wil ik jou natuurlijk nog vragen om je te abonneren en om mij te laten weten wat jouw favoriete Sex Education karakter is. Omdat deze video waarschijnlijk gedemonetiseerd gaat worden omdat er seks in de titel staat en ik binnenkort mijn huur moet gaan betalen, is het toch eventjes tijd voor een kleine sponsor. De trui die ik namelijk aan heb is van Armed Angels. En Armed Angels is een duurzaam merk wat zich focust op fair fashion in plaats van fast fashion. Daarom hebben zij een collectie broeken gemaakt genaamd Detox Denim. Met deze broeken worden er geen giftige chemicaliën, genetisch gemodificeerde zaden of overdreven veel water gebruikt bij het maken van deze broeken. Wel gebruiken ze alleen materialen zoals organisch katoen, wol en linnen en gerecycled katoen. De broeken voelen heel natuurlijk en zacht aan en ze zullen dus ook geen allergische reactie geven op je huid. En ze zitten nog eens heerlijk omdat het echt een super fijne, mooie natuurlijke stof is. Dus, de volgende keer dat je weer een nieuwe broek nodig hebt, koop hem dan bij Armed Angels en draag mee aan een betere planeet. Ik zal je vast helpen door mijn kortingscode te geven die nu in beeld komt of ga even naar de link in de beschrijving. Alright, dan is het nu tijd voor mijn favoriete sex education scènes. Ik ga ze gewoon doorlopen met jullie. Ik ga een beetje uitleggen wat er daarvoor is gebeurd en wat er daarna is gebeurd. En waarom deze scènes nou zo belangrijk zijn. In deze scène komt Amy, een hele lieve, maar een beetje naïeve meid, komt bij Otis om seksadvies te vragen. En haar probleem is het volgende. So me and Steve are having sex. And everything's completely normal. Until... Oké, dit kan ik even niet laten zien, maar ze hebben dus seks en op een gegeven moment vraagt zij dus aan een vriendje van wil je op mijn gezicht klaarkomen? En hij heeft heel erg door dat zij het aan het faken is. En zij dacht altijd dat dat normaal was, dat je het hoort faken om de jongen eigenlijk maar te pleasen. Alleen haar nieuwe vriendje heeft dat dus heel erg door. Oh, sorry, can you stop? Have I done something wrong? No, do you actually want me to do any of that stuff? Yeah, I think so. Het komt er dus op neer dat zij eigenlijk helemaal niet weet wat zij nou eigenlijk wil. Omdat ze altijd in de rol is gaan zitten van ik moet de jongen pleasen. Terwijl ze weet helemaal niet hoe zij gepleased moet worden. Tell me what you want. I don't know what I want. No one's ever asked me that before. Steve says his thing is girls properly enjoying sex. He says he can tell I'm being fake. Well, are you? Yeah, I'm always fake. Well, you should probably think about, you know, things you enjoy when it's just you. Alone. I don't do that. En ik vind het zo grappig. Ik herken mezelf hier trouwens ook in. Ik voel masturbatie ook altijd echt vies. Maar het is zo belangrijk om er zelf achter te komen wat je fijn vindt. Daarop zegt Otis dus het volgende. You don't... really? No. Well, women do... tend to feel more shame surrounding masturbation than men. Feeling that it's sort of taboo or dirty. Which it isn't. What I'm saying is, before you talk to Steve, you should probably figure out
You know, what works for you and your body. So you're prescribing a wank? Yeah. Otis' advies aan Amy is dus om zelf eens te kijken wat zij nou eigenlijk lekker vindt, zodat ze dat kan vertellen aan haar vriendje. Je kunt namelijk niet verwachten dat een jongen precies weet wat jij lekker vindt, dat moet je natuurlijk vertellen. Ergens aan het eind van de aflevering is het Amy dus gelukt en komt ze naar Otis toe. Amy, you alright? I've been wanking all night. I ate 4 packets of crumpets and I think my clip might drop off. But I know exactly what I want. That's excellent. I gotta go find Steve. Ja, ze weet dus wat ze wil en uiteindelijk gaat ze dit ook aan haar vriendje vertellen, wat hun seks natuurlijk veel meer verbetert. De reden waarom deze scène nou zo belangrijk is, is omdat er gewoon nog heel veel schaamte hangt over vrouwelijke masturbatie. Ik heb het hier zelf ook heel veel over op mijn kanaal. Maar op de een of andere manier is er gewoon nog een heel groot taboe. Waar mannen het heel vaak kunnen hebben over masturbatie en alles wat ze doen, is het bij vrouwen vaak nog een beetje raar en vies. Vrouwen komen namelijk pas echt sinds een paar jaar uit die pleasende rol voor de man, maar dat zie je dus nog steeds heel erg in de seks. De seks stopt vaak wanneer een man is klaargekomen. Dat is over het algemeen heel normaal. Maar wat nou als het eens een keertje om zou draaien, dat de seks pas stopt wanneer de vrouw klaarkomt? Dat hoor je veel minder vaak. Dit heet de orgasmekloof en ik weet dat heel veel mensen op dit moment bezig zijn met die proberen te dichten. Maar daarvoor is het wel heel erg belangrijk om zelf te weten wat jij wil, zodat je dit aan kunt geven aan jouw sekspartner. Goed, we gaan door naar de volgende scène. En de volgende scène is eigenlijk een metafoor voor een veel belangrijker onderwerp, namelijk consent. In dit geval wil deze jongen heel graag met een meisje genaamd Lizzie naar het bal, maar zij heeft meerdere keren aangegeven dat ze niet geïnteresseerd is, maar hij blijft maar grote gebaren maken en hij blijft maar aan haar vragen, wat natuurlijk best wel vervelend kan zijn. En dan zegt Otis de meest simpele, maar eigenlijk zulke belangrijke cruciale woorden, namelijk... Do you understand? No means no. Unless it means yes. Die Liam begrijpt het dus niet. Maar aan het eind van de aflevering legt Otis het nog veel beter uit en vertelt hij dat er eigenlijk genoeg vissen in de zee zijn voor hem, maar dat hij moet stoppen met haar lastigvallen. Maar deze no means no zijn hele simpele woorden die een hele, hele grote betekenis hebben. Eerder in dit stukje zegt Liam namelijk het volgende. I think the answer is no, Liam. But she hasn't actually said no. Hij zegt dus... Ze heeft geen echt nee gezegd. Ze heeft dus niet duidelijk nee gezegd. Maar ze heeft wel aangegeven dat het een nee is. Ze heeft geen ja gezegd. En geen ja is ook een nee. En waarom ik dit nou zo belangrijk vind, is omdat dit een heel belangrijk gedeelte van consent is. Wanneer jij namelijk seks gaat hebben met iemand en jij hoort geen ja, is dit ook een nee. Wanneer je seks gaat hebben met iemand en je hoort een nee... Is dit ook een nee? En een nee hoor je gewoon te respecteren. Het wordt hier heel simpel uitgelegd en het is ook heel erg simpel. Alleen sommige mensen lijken dit gewoon nog steeds niet te begrijpen. Toch vind ik het heel mooi dat Sex Education hier aandacht aan geeft. Want hoeveel mensen maken het wel niet mee dat ze gewoon echt lastig gevallen worden door mensen. Terwijl ze heel vaak hebben aangegeven dat ze hier niet van gediend zijn. Het is gewoon heel erg belangrijk om de lading van het woord nee te begrijpen. Nee betekent gewoon nee. En je kan wel 100.000 andere redenen gaan bedenken, net zolang totdat iemand een keertje wel ja zegt, maar respecteer gewoon die nee. Het is echt niet zo moeilijk. De volgende scène is ook een van mijn favoriete scènes en echt zo'n enorm belangrijke ook. Veel van de meiden in de serie worden bij elkaar gezet omdat ze ergens van verdacht worden door een lerares en ze moeten iets vinden wat hen samenbrengt. Een aantal van de meiden krijgen ruzie, maar Amy die schreeuwt op een gegeven moment stop fighting over a stupid boy. En dan vraagt Maeve wat er aan de hand is en dan zegt ze I can't get on the bus. De reden dat zij de bus niet meer kan nemen is omdat zij dus een aantal afleveringen daarvoor aangerand is. En in deze scène laten de meiden Amy dus weten dat zij niet alleen is en dat zij eigenlijk allemaal wel zoiets hebben meegemaakt. Er komen statistieken in voor verhalen, hele belangrijke zinnen en ik ga ze gewoon eventjes met jullie doornemen. I always felt safe before, and now I don't. Probably sounds stupid. It doesn't sound stupid. I was groped at the train station last year. We were going to a gig in the city. This group of guys walked past, and one of them grabbed my tit. And it really, really hurt. So I sometimes feel funny in crowds too. It was like they thought my body was theirs or something. Dit is dus een van de verhalen die wordt verteld, en ik denk dat helaas heel veel meiden, maar ook mannen, zich hierin kunnen herkennen. Daarover wordt het volgende gezegd en dit is echt wel een heel belangrijk stukje. It was like they thought my body was theirs or something. Yeah, like we're public property. Zo kan het namelijk wel voelen wanneer iemand zomaar ongepast en ongevraagd aan jouw lichaam zit.
Je bent niet zomaar een paal of een stoeptegel die je kan aanraken. Nee, je bent een persoon. En je raakt niet zomaar een persoon aan. Vervolgens komt Maeve met haar verhaal. A few years ago, some boys were catcalling me. This woman told me it was my fault because my shorts were too revealing. So I went home and I cut them even shorter. Because fuck them. Good. Why should you have to change your behavior because of what they did? Exactly. Dit is dus een heel goed voorbeeld van victim blaming. Die vrouw waarover Maeve het dus heeft gezegd van ja, maar je doet het jezelf aan, want jij draagt te korte kleding. Nee, je moet het omdraaien. Je moet het probleem aanpakken. Je moet die jongens aanpakken en niet het meisje gaan bekritiseren om wat zij draagt. A man followed me home from work about a year ago. Every time I sped up, he sped up. It was so scary. He ran off when he saw my dad, which made me angry because I don't want to be dependent on another man to protect me. I'm sorry that happened to you. You too. Het slaat echt nergens op dat hij hier weer emotioneel wordt. Ik heb deze scène al zo vaak gezien. Oké, I'm good. Wat je Ola hier ziet doen is dat ze haar sleutels tussen haar vingers doet. En ik denk dat we allemaal wel eens in zo'n situatie zijn geweest waarin we gewoon een soort wapen van onze spullen in onze tas hebben gemaakt omdat we ons onveilig voelden. En wat ik nog erger vind is dat zij hier inderdaad zegt van op het moment dat er dus een andere man bij kwam, toen pas ging die man weg. Waarom is het respect er niet gewoon al dat je een vrouw met rust laat? Waarom is de aanwezigheid van een andere man pas een stopteken voor jou? Waarom zie je niet dat wanneer een vrouw zich onveilig voelt, dat je dan gewoon weg moet gaan? Hetzelfde vind ik trouwens dat wanneer je in de club bent en je krijgt ongewenste aandacht van een man of van een jongen en je zegt ik ben niet geïnteresseerd, dat daar dan niet naar wordt geluisterd. Maar op het moment dat je zegt ik heb al een vriendje, dan ineens gaan ze weg. Again, waarom heb je alleen respect voor een vrouw wanneer zij bij een man hoort en niet wanneer zij alleen is? I don't get it. De volgende scène is eigenlijk een beetje een soort metafoor van hoe sommige scholen denken over seks. En hoe sommige scholen sex education geven. Wat ik heb geleerd op mijn school was dat je een condoom moet gebruiken. Ik heb een beetje geleerd over ongesteldheid. Maar ik heb nooit, maar dan ook nooit geleerd over genot, over plezier, over dat seks leuk kan zijn. Never. That was not in the books. De nieuwe headmaster van de school heeft dus iemand ingehuurd die komt vertellen over hoe vreselijk het is om een kind te hebben en over hoe vreselijk het is om zwanger te zijn en hoe gevaarlijk seks wel niet kan zijn. Maar daar vindt feminisme even natuurlijk het een en ander van, dus let's watch. I believe teenagers shouldn't have sex because sex will ruin your life forever. I went from having dreams to having a 6-month-old baby that left me with a leaky bladder and a baggy vagina. Sorry, is the boys' class being taught about pregnancy as well, or is it just us girls? It's just us, is it? Very progressive. Quiet, Maeve. After getting pregnant, I had no choice but to leave school. There are always choices. Women do not have to have children. Enough! And we shouldn't be shamed for having sexual desires. You make sex sound terrifying, but it doesn't have to be. It can be fun and beautiful and teach you things about yourself and your body. And you should be telling us how to do that safely, not telling us to refrain from being sexually active, because it doesn't fucking work. Okay. Out. Now. Juist. Bij deze scène was ik ook zo ontzettend blij dat Maeve dus deze dingen zei, want het kan natuurlijk niet dat een school je dit soort dingen leert over seks. Seks kan hartstikke leuk zijn, seks kan creatief zijn, seks kan mooi zijn. Het leert je heel veel dingen over je eigen lichaam. Je hoort ook dingen te weten over je eigen lichaam. Ik bedoel, hoe bizar is het dat heel veel meiden niet eens weten waar hun clitoris zit? Ik kan er gewoon met mijn hoofd echt niet bij dat hier eigenlijk nooit over wordt gepraat. Puur en alleen omdat er nog een soort schaamte overheerst. Alsof vrouwen geen seksueel genot mogen ervaren. Helaas denken nog heel veel mensen zo en helaas denken ook heel veel mensen dat vrouwen alleen maar bestemd zijn om baby's te hebben. Maar dit is ook helemaal niet het geval. Je hoeft helemaal geen baby's te krijgen. En daarom vind ik het ook weer zo super goed dat Sex Education dit aankaart en dit helemaal volledig crushed door alles wat Maeve zegt. I stan Sex Education. Zoals jullie wel hebben gemerkt is dit dus echt een van mijn favoriete series en ik ben super blij dat deze serie bestaat. Het zegt namelijk alles wat ik altijd in mijn video's verkondig, maar dan natuurlijk met een veel groter budget. Nog inclusiever, nog beter. Ik vind het echt helemaal geweldig en ik ben super blij dat die serie bestaat. Mocht je Sex Education nog niet hebben gezien, ik hoop trouwens niet dat je hier op dat punt bent zonder dat je Sex Education hebt gezien. Want dan heb ik heel veel gespoild. Dus ga het in ieder geval kijken. Vertel je vrienden dat ze het moeten kijken. Vertel je ouders, je school, je opa's en oma's. Het is gewoon een mega, mega belangrijke serie. Goed, vond je deze video leuk? Vergeet dan natuurlijk niet een blauw duimpje omhoog te doen. Nog even te abonneren als je dat niet gedaan hebt. En dan zie ik jou weer bij de volgende video. Doei!